Zat ik je? Oh, kom hier bij mama zitten. Klimmen op de stoel. Hallo iedereen en welkom bij Vlogmas. Dag 1. Yay, mega leuk. Ik heb er heel veel zin in. Ik kijk er super hard naar uit. Ik ben ook helemaal klaar om in kerststemming en zo te komen. De kerstsfeer hier een beetje in huis te brengen. Ja, love it. Echt favoriete tijd van het jaar. Ik vind dat echt super gezellig, super leuk. Dus ik kijk er altijd wel naar uit om dat allemaal te doen. Wij gaan vandaag de kerstboom zetten, of course, want dat doen we op dag 1. Maar wij gaan een nieuwe kerstboom nog kopen. We zeggen dat eigenlijk al 2 of 3 jaar. Van, dit is het laatste jaar dat we de kerstboom gaan gebruiken. Volgend jaar gaan we een nieuwe kopen. En Andres zei, dit jaar gaan we dat echt wel doen. We moeten alleen nog even denken of ik zoiets even online ga kijken voor een nieuwe kerstboom. Dat Andres die dan eventueel gaat kopen. Of dat we dat vanmiddag gaan doen als we Mia Loetje gaan halen van school. En dat samen gaan doen, want het lijkt me ook wel leuk om dat met haar samen te doen. Maar het enige nadeel is dan wel dat we enkel de koffer hebben om de doos van de kerstboom in te steken. En dat zijn vaak toch ook wel redelijk grote dozen. Dus afhankelijk van hoe groot de doos is dan, er zitten 2 kinderen op de achterbank. Hè? Dus we kunnen de achterbank niet gebruiken. Dus moeten we wel zien dat het dan natuurlijk in de koffer past. Dus ja, daar moet ik eens even voor kijken. Maar ik ga waarschijnlijk sowieso even online kijken om te zien of dat we de doos inderdaad in de auto krijgen. Of dat Andres die even gaat halen en dat ik die dan vanmiddag samen met Mia Loetje zet. De kerstboom. Dus dat is een beetje het plan. Hier is César ook. Ik heb net mijn shakeje gemaakt voor deze ochtend. En Andres is Mia Loetje naar school gaan brengen. Dus ja... We gaan beginnen aan de dag. Ik ga eerst een beetje opruimen en zo hier. Een beetje was doen. Allee, ik hoop dat ze Zara toelaat, maar hij gaat ze weer toch een dutje doen. Dus dan kan ik hier een beetje plek maken voor de kerstboom. En ja, dan kunnen wij straks. Heel leuk. Het hier een beetje gezelliger maken thuis. Love it! Ja, vind je dat leuk, schat? De camera. Oké, jongens, Andres is onderweg om een kerstboom te gaan kopen. Ik ging ook wat foto's en zo sturen. Van hoe dat ze er in het echt uitzagen. Ik heb ondertussen al wel het een en ander kunnen doen tijdens César zijn dutje. Want hij heeft op zich best wel goed geslapen, hè, schatje. Je hebt een goede dutje gedaan. Dus dat is wel heel, heel fijn. Ik heb propere lakentjes op Mialou haar bedje kunnen leggen. Ik heb het wasrekje kunnen afdoen. Ik heb nog een wasje ingestoken. Dat is net klaar. Dus ik moet even zien, ga ik dat in de droog gaan steken of ophangen. Ik heb nog wat dingen op Vinted kunnen zetten. Ik heb de was van het wasrekje kunnen afhalen. Of had ik dat al gezegd? Ik weet het niet. Maar ja, dus ik heb best wel wat dingen kunnen doen, wat wel echt heel fijn is. Ja, dat is echt super leuk. En ik wou hem net wat groentjes geven, maar hij was niet zo blij. Maar hij moet precies weer kaka doen, maar het komt niet. Dus ik ga even wachten en zien of hij zoiets zelf kaka doet of niet. Maar dus, deze middag gaan we de kerstboom opzetten. So happy about it. En Andres gaat vanmiddag ook spaghetti saus maken. Dat is ook heel goed, want we hadden bij de Albert Heijn eergisteren zo allemaal van die pakjes met Italiaanse groenten voorgesneden gekocht. Dan is dat gewoon gemakkelijker en tijdsbesparend. En dat was in promo, dus hadden we dat meegepakt. En dan kunnen we ook een deel invriezen, want volgende week ben ik 5 dagen... alleen met de 2 kindjes hier thuis. En dan is spaghetti of zo best wel gemakkelijk om gewoon op te warmen en 1 of 2 dagen van te eten. Mia Loetje lust dat ook heel graag. Dus dat is gemakkelijk als avondeten. Zeker nu zij naar school gaat met de avondrush is dat misschien niet. Maar ja, de tijd s'avonds is zoveel beperkter omdat zij op tijd in bed moet. Zij is dan echt stiekapot tegen 6 uur. Dus meestal ligt ze tegen 6:30 al in bed. Dus dan, ja, als je dan s'avonds echt nog moet koken, dat is gewoon niet haalbaar. Zeker met hem erbij en als ik alleen ben. Dus als we wat dingen in de diepvries hebben zitten die ik gemakkelijk kan opwarmen,
dan is dat wel net gemakkelijker. Dus ik ga misschien ook zien dat ik dan zaterdag of zondag ook wat dingen kan voorbereiden voor de eerste 2 of 3 dagen. Maar dat zijn allemaal dingen voor later. Dus ja, dat is allemaal gebeurd. Kijk hoe, ik ga zoiets ook even zelf een snackje eten, want ik begin terug een beetje honger te krijgen. En dan gaan we zien wat ik voor de rest deze voormiddag nog gaan krijgen. Of dat het gewoon tijd voor César gaat zijn. Het moet alleen echt de was. Dat moet wel gedaan worden, schat. Dat is het enige dat echt gedaan moet worden. Oké, ik heb de was kunnen ophangen. En ik heb even een snackje gemaakt. Een wrapje met hummus, romein, sla en scrambled tofu, paprika en courgette. Dat ik gisteren had gemaakt, was nog over. Dus ga ik even als snackje nog eten. We zijn ondertussen wel al 40 minuten verder. But we made it. César ligt hier naast mij in de zetel, een beetje aan het spelen. En ja, ik ga even opeten. Want ik heb heel veel honger nu. Kijk eens hier terug thuis is. En wat hebben wij bij? Maya de bijwafeltjes. En wat zit er in de doos? Een kerstboom. Gaan we die ook openmaken? Ja! Ja! Graag! Ja! Oké. Kom maar, mama, open. Kom maar, mama, openmaken. Zij heeft dus heel veel zin om de kerstboom te zetten. Ik heb hier het hoekje al even leeggemaakt. Enkel de lamp moet nog weg. En dan gaan we de kerstboom zetten. Ja! En dan kan Andres straks de versiering en zo allemaal van de zolder halen. Maar dan staat de boom al. Dan kan die doos al naar boven en zo. Dan staat ze niet heel de living vol. Zoals nu. Voilà, onze boom die staat. Mialu was. Mialu, zet de kaars terug. Diskido. Maar dus, onze nieuwe kerstboom die staat. Het is wel echt veel beter dan die van vorig jaar. Allee, vorige jaren. Deze is veel voller. Onze lichtjes zijn check. En terwijl is Andres de spaghetti saus aan het maken. Helemaal top. César is een koekje aan het eten. En Mialu, wat ben jij aan het doen? Jij hebt de lichtjes aangestoken, hè? En Filou die is aan het hopen dat er een stukje valt voor hem. Lekkere verse spaghetti. César die hiermee aan tafel zit. En Mialoetje die ook garm daar aan het slapen is. Echt al een uur of zo, ze is stik kapot. Ah ja, de kerstboom is echt totaal nog niet klaar. Maar ja, César wou niet slapen. En ja, ik zal dat dus straks nog verder moeten doen. Goedemorgen, we zijn de volgende ochtend. En dit is dus exact waarom ik op tijd wou beginnen met het voorbereiden van Vlogmas. Dat ik een beetje speling had voor als er avonden zoals gisteravond waren. Waarbij het gewoon echt ja, niet meer lukt om nog te filmen of er gewoon meer van komt. Het was een redelijk hectische avond. En schat, het was een redelijk hectische avond. Dus ik heb er niet meer toe gekomen om de kerstboom af te werken. Die is nog steeds in dezelfde staat als ik jullie het laatste beeld liet zien van de kerstboom. Dus dat ga ik hopelijk zometeen nog even verder kunnen afwerken. Dat die dozen hier ook allemaal terug weg kunnen en dat dat gewoon helemaal klaar is. Ik ben César zijn medicamentje in de yoghurt weer aan het geven, zoals elke ochtend. En hij heeft wel al kaka gedaan deze ochtend, dus dat is wel heel, heel goed. Maar ja, ik ga hopelijk straks misschien eens kunnen bellen met de vroedvrouw of zo. Want César en het fles weigeren, dat blijft echt duren. En ik voel dat mijn productie echt helemaal aan het kelderen is. Zeker s'avonds. Gisteren kon hij bijvoorbeeld echt. Gisteravond werd hij super gefrustreerd aan de borst. Omdat er volgens mij gewoon echt bijna niks uitkwam. Die voelde ook echt heel leeg. Vannacht heeft hij er wel van kunnen drinken. Maar eigenlijk gisteravond mijn douchegietreflex en zo kwam ook totaal niet. En ja, van de fles. Ik zeg het, André is dan speciaal naar de apotheek gegaan om een
kunstvoeding zonder iets van koemelk of zo in. Of voor kindjes die koemelkallergie hebben te gaan halen. Maar ja, van de fles was echt... lukte totaal niet. Ik ga vandaag misschien eens in een open bekertje proberen. Of het bekertje dat ik overlaatst gekocht had. En zien... Want ja, ik bedacht me gisteren ook dat ik kan al hetgeen wat in de diepvries ligt van melk, kan ik niet gebruiken voor hem nu. Want dat was allemaal toen ik nog gewoon niet aan het letten was op koemelk eten of niet. Dus dat kunnen we allemaal niet gebruiken voor hem om te eten momenteel. Wat wel heel jammer is. Maar dus ja, moeten sowieso... Ik zei het gisteren tegen Andres, we moeten sowieso kunstvoeding in huis hebben. Want anders, ja, als hij niet kan eten of niet kan drinken bij mij, ja, dan hebben we echt niks. Dus ja, we moeten er echt op oefenen. Ik ga vandaag proberen wel naar de vroedvrouw om die hopelijk te pakken te krijgen. En dan zullen we wel verder zien, hè, schat. Maar ik voel echt dat mijn productie helemaal aan het kelderen is. En ik weet niet of ik dat nog terug opgekrikt ga krijgen. Plus, ik weet ook niet of het op deze manier ideaal is voor hem en... Zeker ook niet voor mij om verder borstvoeding te blijven geven. Maar ja, natuurlijk als hij totaal geen andere melk binnenkrijgt, dat hij op geen enkel andere manier, dan ja, moeten we wel. Maar ja, dan moet mijn productie het ook wel blijven volhouden. En mijn lichaam het gewoon ook echt wel blijven volhouden. Dus ik zeg het, ik zat gisteravond even met de handen in het haar. En wij moeten echt oplossingen hebben. Ik weet echt niet hoe dat wij hem anders gaan kunnen blijven verder helpen. Ja, en dat is wel kei belangrijk, schat. Ja. Dus ja, we zien wel. Maar ik ben hem deze even aan het geven. Ik hoop dat ik ze die de kerstboom even kan afwerken. Ah ja, we waren trouwens wakker om 5:30 deze ochtend. Het is nu 6:10. Dus Andres en Mielu gaan ze die ook wel naar beneden komen. En dan zien we wel wat de rest van de dag nog brengt. César heeft net even een dutje gedaan. Ik denk 40 minuutjes of zo. En hij is nu terug wakker. En terwijl heb ik... even ontbeten en zo. En ook de kerstboom nog even afgewerkt. Dus alles hangt erin. En ik vind het wel goed. Ik denk dat ik het even zo ga laten. En dat het wel oké is. Voilà, hè. Dus onze kerstboom voor 2023. Ik ben trouwens echt niet de persoon die elk jaar nieuwe kerstversiering koopt. Ik probeer dat ook niet te veel, of niet te veel te vernieuwen of zo. Dit is denk ik het derde jaar dat we deze kerstballen en zo opnieuw gaan gebruiken. En dat vind ik eigenlijk helemaal oké. Ik vind het een beetje zonde om elk jaar nieuwe kerstballen en dingen en zo te kopen. Tenzij wij natuurlijk een compleet nieuw interieur zouden hebben. Dan gaan die kleuren er misschien niet meer bij passen. Maar voor nu werkt het perfect en vind ik het eigenlijk heel mooi. Dus vind ik het oké om deze gewoon opnieuw te gebruiken. Ja. Wij zijn iets leuk aan het doen. Allee, ook wel intensief. Andres vindt dat niet zo leuk. Maar het is wel helemaal in kerstsfeer. Wij zijn adventkalenders aan het maken. Allee, doosjes met zakjes en dingen voor onze klanten. Andres wordt daar niet zo blij van, want alles wat echt zo, ja, knutselen en dingen. Niet echt zijn favoriete bezigheid. Ofwel... Ja. Toen mij een beetje denken aan zo'n doopsuiker maken en zo. Vond hij ook heel leuk. Toch? Fantastisch. Maar we moeten geen stickers plakken, hè? Mijn naam nog. Nee. Dus ja, dat is even onze bezigheid. En ik heb nog niet gedoucht, want César is aan het slapen. En ik wil niet dat hij daarvan wakker wordt. Dus ik wacht tot hij wakker is en dan ga ik speed douchen. Ik ben net weer thuis. Ik ga douchen. Heel cute. Mia Lutje niet weer. En I'm back home met nieuwe nachtjes. Het is ondertussen 7:30. De kindjes liggen in bedje. Ik heb net mijn video al een videootje nog kunnen bewerken. En ik ga deze nog als snackje eten. Echt heerlijk trouwens. Mocht je dat tegenkomen in de winkel? Ik denk dat ze het in de Albert Heijn en in de Delijs hebben. Andere zat ijs mee. Echt super lekker. Ze hebben ook nog een andere variant. Deze is honing, mosterd en onion. Ze hebben er ook nog een andere die ook heel lekker is. Maar zeker eens proberen. Super, super lekker. Dus ik ga dan nog even een beetje snacken. En dan ga ik mijn video nog uploaden. Die is nu aan het converteren. En dan is dat al allemaal check. En hopen dat de kindjes een goede nacht tegemoet gaan.